Ja, Eurozone Vlogs in de building. We gaan kijken naar een filmpje die heet Ben ik een racist van 4 keer duurder? Van SBMG van Opa Norma. En het is een hele heftige verhaal. Ja, ik ga even kijken. We gaan een beetje stoppen met al die clipjes wat hij daar zegt. En dan ga ik altijd precies daar zo kunnen antwoorden. Dus we gaan even kijken. Dames en heren, welkom op een nieuwe aflevering van Opa Norma. We gaan reageren op de filmpje van gisteren, want die is helaas verwijderd. Niet door mijzelf, maar door andere instanties. Omdat bepaalde mensen dat niet mee eens waren met mijn uitspraken. Zeiden dat ik een racist ben. Ben ik een racist? Luister heel goed naar wat ik had gezegd. Je kunt het filmpje terugkijken op Facebook. Die staat erop. Opa Norma type official, dat is mijn pagina. Ga maar kijken. Daar staat wel op, niks racistisch aan. Die zaak of die Henkie van SBMG, hij zegt iets heel gevaarlijks. Maar waarop reageren jullie? Het feit dat ik hem aanpak en beledig. En dan noemen jullie mij racist. Luister heel goed. Ik had het over hem als persoon. Je moet niet de hele bevolking, donkere mensen, zich aangevallen voelen. Kijk, daar heeft hij wel gelijk in. Hij heeft het nu, hij heeft heel goed gezegd. Hij heeft alleen maar over Henky, dus niet over mij, niet over je broeders of zusters of andere Antilliaanse mensen of Afrikaanse mensen. Hij heeft het alleen over Henky. Dus daar hoeft helemaal niemand aangesproken te voelen. Hij heeft het wel over Henky, maar niet over mij als persoon. Kijk, laten we ook eerlijk zijn, hè? Kijk, bij elke ras, bij Antilliaanse of Surinaamse afkomst. Heb je wel een rotte appels tussen zitten? Er zijn sommigen die zeggen van ja, ik ben wel Antilliaan of Surinaam, maar ik voel me meer Afrikaan, want mijn voorouders komen allemaal uit Afrika. Maar er zijn ook van die Antilliaan of Surinaamse mensen die zeggen dat wij Afrikanen, wij zijn aap. Dus we moeten daar ook eerlijk zijn. Dus aan die stukje heeft Opa Norma wel een beetje gelijk, want er zitten ook. Er zijn ook gewoon van die normale mensen die zeggen gewoon van ja, we zijn ook van Afrika, maar van Suriname, we komen ook oorspronkelijk uit Afrika. Maar ja, er zitten ook sommige rotte appels tussen die zeggen gewoon van ja, oh, we zijn geen Afrikaan. Oh, we zijn toch geen land. Oh, die Afrikanen zijn apen. Oh ja, als wij apen zijn, wat zijn jullie dan? Jullie zijn toch ook apen? Jullie zijn toch ook bruin? Ook zwart? Of getint? Getint, donkerbruin of bruin? Zwart? Dat is allemaal hetzelfde. Dat valt onder Afrika. Dus. Die mensen moeten niet gaan lopen aangesproken voelen. Ja, hij beledigt ons als slaven. Oh ja, ik voel geen pijn hoor, want hij heeft het alleen over Henkje. Hij heeft het niet over mij. Maar we gaan even verder. Kijk, mijn katje is ook gewoon donker. Hij is ook gewoon Black African, man. Daar nee, daar Ik ben niet. een racist. Ik voed hem zelfs op. Wat zeg je? Ik heb het over die persoon, over die Henkie. Daar had ik het over. Omdat ik vond dat hij te ver ging. Ik vind dat nog steeds. Mijn mening blijft vast. Ik verander niet van mening. Jammer dat het verwijderd is van YouTube, maar dat boeit mij niet. Staat op Facebook, wil je te gaan kijken, ga maar kijken. Ik sta daar achter. Heel veel mensen, ik zie reacties, privéberichten. Zeggen, je bent te ver gegaan. Nee, ik ben niet te ver gegaan. Hij is te ver gegaan. Ik ben gewoon straight. Ik ben straight met jou. Ga jij allemaal zeggen dat de waarde wat jij op je huid hebt duurder is dan mij als persoon, dan een mens? Kijk. Daar heeft hij wel gelijk in. Daar heeft Henkje wel een fout gemaakt. Dus alles, al dat kleding, al dat merkspullen, Gucci schoenen, Rolex, al die dingen, Balenciaga, al die Gucci schoenen en Balenciaga, mooie T-shirt, die Discord en zo, is 4 keer duurder dan een mens. Dat is wel een domste lijn die ik ooit heb gehoord. Maar ja, je weet toch zo, als jij weet dat je bent rapper, kan je nooit. Nu heb je zelf, is eigenlijk, Henkie, je hebt jezelf eigenlijk voor schut gezet. Zo'n lijn kan je nooit gooien. Nooit, nooit, nooit. Al ben je een rapper, je kan nooit zoiets gooien. Dat is een grootste fout die ik ooit heb gemaakt. Maar sowieso, ik heb sowieso love voor al je muziek. Maar daar heb je wel een fout gemaakt. Ik luister ook elke dag die muziek, hè. Ik zeg je eerlijk. Ik luister ook elke dag die muziek. Opa Norm, echt sorry. Maar ik luister dat ook deze muziek elke dag. En ik zie opeens je maken die clipje ervan. Van. Ben ik een racist van 4 keer duurder? Heb ik gelijk gezien, heb ik gelijk één lijn gemaakt waar Henkje wel fout heeft gemaakt. Daar ga ik jou niet eerlijk liegen of zo. Niet racistisch bedoeld of zo, maar ik zie wel dat wij één fout hebben gemaakt. We gaan verder. Dan een donkere mens, dan een gele mens, dan een roze mens. Denk je dat die Rolex die je aan hebt van 30 kop, of die outfit die van
150.000 euro waard is, duurder is dan een mes? Vuile klojo dat je bent. Nee, het is niet duurder dan een mes. En besef dat jullie ook zelfs. En kijk eens, er sommige blinde mensen die de boodschap van mijn video helemaal weghalen en alleen maar naar de belediging gaan horen. Luister heel goed naar de boodschap wat ik zeg. Want kleine kinderen luisteren daarna. Mensen zeggen tegen, ik zie in de reacties, kleine kinderen zeggen, ja, laat hem rappen wat hij wil, joh. Hij is goed, hij heeft melodie. Maar dat is het juist. Jullie denken, oh, het klinkt lekker. Ik ga dat ook zeggen. Ik ga dat ook nadenken. Maar ik ga dat ook beseffen. Snap je? Jullie weten niet dat deze muziek helemaal de jeugd pest. Zulke muziek. Wel, wat zeg jij? De waarde op jouw huid, is zelf. Jongen. Jij, die tenen, die Henkie, die Zappel, die heeft geen respect voor de slavernij en voor de geschiedenis van de donkere mensen. Anders had hij nooit zoiets gezegd. Kan je, jouw voorouderen waren allemaal slaven, waarvan ik respect voor heb, maar ik heb geen respect voor jou, Henkie. Voor jou heb ik geen respect. Zie je, hij heeft zelf gezegd. Veranderen ze alle voorouderen, alle de achterslaven van Henkie allemaal. Daar heeft hij wel respect. Maar voor Henkie zelf heeft hij geen respect. Dus hij heeft wel respect voor mij. Hij heeft wel respect voor al die andere slavenmensen. Of al die Afrikaanse mensen. Al die Surinamen en Antillianen. Maar hij niet. Hij heeft alleen over hem. We gaan verder. Andere mensen voelen zich aangesproken. Maar we gaan verder. Hij heeft het alleen over Henkie. Oké. Respect gewoon nu. Alleen maar door die lijn. Mijn respect is voor jou verdwenen. Ik ken jou niet qua persoon. Maar door jouw uitspraken... Mijn respect is weg, zoals Geert Wilders, die zegt minder Marokkanen, die is racistisch, die is discriminerend. Mijn respect is voor hem weg, ook al hoef ik hem niet te kennen. En jij zegt, de waarde op jouw vieze huid is duurder dan een mens, mijn respect voor jou is ook weg. Ben ik heel streed in. En mensen die blind zijn en niks willen begrijpen, begrijp maar niks, blijf maar slapen, blijf maar naar die shit luisteren, blijf maar geloven in die shit. En je gaat niet ver komen, Matsko, geloof mij, je gaat niet ver komen. Vier keer dommer. Jullie zijn vier keer dommer. Mensen die geloven in die teksten. Laat hem zingen, laat hem rappen. Wat maakt het uit? De inhoud is niet belangrijk. De inhoud is wel belangrijk, Matsko. Voor mij is het belangrijk. Ik heb kleine jongens uit de buurt, kleine mensen. Oh, luisteren daarna, die vinden dat leuk om te luisteren. En vervolgens horen ze die fucking vieze boodschap. Matsko, dan wordt opa Norma gek in zijn hoofd. Dan gaat hij zeker een mening daarover geven. Matsko. Je moet niet zeggen dat ik racistisch ben. Ben ik racistisch zelf? Sommige mensen dan gaan zelf net als Joden doen. Je weet toch, Joden, die antisemitisme, die dingetjes. Oh, je praat over mij, Jood? Oh nee. Scammer. Stil, alsjeblieft. Stil. Ik heb respect voor iedereen. Maar voor die gast heb ik geen respect en ik heb over hem gepraat. Ik heb niet over donkere mensen gepraat. Ik heb niet over de slavernij gepraat. Ik heb hem als slaaf genoemd. Je hebt het goed gezegd. Je hebt hem alleen als slaaf genoemd. Dus mij niet. Dus andere mensen die ook aangesproken voelen. Hij heeft het niet over ons. Maar hij heeft het alleen maar over HT. We gaan verder. Ja, als slaaf. Hij is minder. Een slaaf heeft nog meer zelfwaarde en respect en alles. Die Henkie, die heeft geen zelfwaarde, die heeft geen zelfrespect, moet erbij zoeken. Ja, sowieso, je hebt wel gelijk, man. Iemand die het zegt van, ja, alles die wat op mijn lichaam is vier keer duurder dan een mens. Ja, dan ben je zeker wel dom, man. Je hebt wel gelijk, maar ja, we gaan verder. Dus, Amatsko, die waarde op je huid is duurder dan een mens. Laat ik jouw benen afhakken, laat ik jouw ogenballen eruit halen. En gaan kijken wat de waarde daarvan is. Onbetaalbare zaak, maar dat beseffen jullie niet. Beseffen jullie niet? Die kleine kinderen vooral, wallah, echt jammer. Ik zie kleine kinderen allemaal reageren. Laat hem doen, laat hem, wat zeg jij allemaal? Nee, ga niet eromheen draaien. Wat hij zegt is gewoon niet correct. Ik ben niet racistisch. Ik ben een man en ik vertel waar het op neerkomt. Ben je daar niet mee eens? Of doe anderen. Of geef onderbouwende kritiek. Vandaag geef ik gewoon antwoord erop en dan leg ik jou gewoon netjes uit. Bij deze video. Maak ik het ook duidelijk naar iedereen. Dan hoef ik niet je privéberichten allemaal te behandelen. Want ik word daar helemaal gek van. Hetzelfde moet ik zeggen tegen 1000 mensen. Dan word je gewoon gek. Begrijp het hoe je wilt begrijpen. Ik heb geen respect voor die gast. Omdat hij zoiets heeft gezegd over de waarde van een mens. Hij zou dat de waarde van de mens gewoon minder dan 50.000
10.000 euro is. Hier, als je dat denkt. En poko Nandy. En ik zie jullie weer heel snel. Op de andere nu. Ja, mensen. Jullie hebben gezien. Ik heb niks meer eraan aan toe te voegen. Ik ben al klaar met praten. Ja, het enige wat ik kan nu zeggen. Ik heb alles gezegd wat ik moest zeggen. Ik ga nu afsluiten. Wat ik altijd zeg, abonneer. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Duimpje omlaag. En abonneer. En laat de onderbeschrijving erachter. Peace. Ciao. Essa na opa Norma, sowieso. Strijder.